Iemand heeft mijn banden kapot gemaakt, meneer. Oké, dat kan zo zijn. Hey, kom zo bij. Oh, die trekt dadelijk zomaar vuurwapen. Stoppen, oh shit! Laden, noodknop! Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elders Privo en Moor. En vandaag ga ik kapot met Wim. Lekker weertje man. We gaan de straat op met de Vito. Geen bijzonderheden om te vermelden. Zoals je ziet, mensen hebben lekker het dak open. Cabrio versies noem ik ze maar even. En terecht zou ik zeggen. In ieder geval, we doen even snelle voertuigcontrole. Nou, blauw perfect jongen. Stop, staat, perfect hier zo politie. Stop en... daar niks. Oh, er staat dus een drive. Yo, oranje doet het naar mijn wensen. En volgen. Ik zou zeggen, let's go. Oeh, die staat wel erg te roken daar. Dat vind ik niet verantwoord om de straat op te gaan. Zo. Ik weet niet of je het zelf door heeft. Ja joh. Negeer anders mijn blauwe zwaarlicht hier, pannenkoeken. Ik ga hem proberen hier zo rechts nog even stil te blijven. Ik geloof dat ze mijn blauw-blauw niet echt zien ofzo. Ik ga proberen hem hier zo rechts neer te zetten. Mocht er toch nog iets gebeuren ofzo, dan blokkeert hij geen hele rijbaan. En hier zorg ik dat hij niet te zicht op andere voertuigen staat, mocht hij echt in de fik vliegen. Tot we gewoon een... in ieder geval hier wat veiligs hebben. Wou het uit. Pak even de brandblusser mee vanuit onze auto. Ja, bandje kapot en rook uit de motor. Goeiedag. Hi. Allereerst, mag ik even een rijbewijs zien. Oké, okay, goed. Hey, wat is gebeurd met jouw voertuig? Iemand heeft mijn banden kapot gemaakt, meneer. Oké, okay, dat kan zo zijn. Hey, kom zo bij. Eén slachtoffer. Twee, drie, vier, vijf, oh, zes. Heel veel slachtoffers, heel veel slachtoffers. Ja, ik brand wel ambulance deze kant op. 41 eerst dat je bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. Heel veel slachtoffers, heel veel slachtoffers. Eén. Oh, ik loop er even heen. Ambu 1 hier zo. Rijdt alsjeblieft prio 1. Daar komt de brandweer met een first responder. En wat hebben we daar nou aan? Ik moet een TS hebben. Die is natuurlijk ook al van door van me staan. Nou, nu ook van ja, fuck you, ik wil echt geen bekeuring hebben. Oh, snap! Dan kom ik het TS. Ambulance is begonnen met de eerste hulp van meerdere slachtoffers. We hebben hier echt, grip ambulance broeder, meerdere slachtoffers. Ik ga hier even het verkeer regelen. Mijn staande houding heeft dan geluk gehad. Meerdere dodelijke slachtoffers hebben. Wat hier is gebeurd is nog onduidelijk, maar wat ik wel weet is dat er ja, doden zijn gevallen. Mooie auto dat wel. TS heeft moeite om naar buiten te geraken, maar hij pakt ook wel de moeilijkste weg. Het staat allemaal niet in de fik. Het staat allemaal niet meer in de fik. De wegafzetting wordt geregeld, wordt wel een verkeerschaos hier op het kruispunt.
We hebben nog iemand in leven. Even omrijden, mevrouw. It's an emergency! Out of the way! Oh, ook welkom. Nou, we gaan hier beginnen met de bergingen. Ik wil bijna in de ambulance stappen, maar ik moet natuurlijk... Wat zijn we daar nou? Ik zou natuurlijk in de Vito stappen. Ik heb ook groen hier aangezet. Ik was toch echt als eerste TP. Leermomentje voor de volgende keer. En dat er weer wat beweging overal gaat inkomen. Even kijken of de ambulance achteruit wilt, want die hebben natuurlijk wel een slachtoffer zo te zien. Zo te horen. Of ze hebben een vervolgmelder, maar ik zag wel dat ze iemand opraapte, om het maar zo te noemen. Dispatch to all Vinewood units. Citizens report vehicles racing in West Vinewood. Nou, die melding neem ik niet aan, want het is meteen weer dan... Dat vind ik zo'n irritante melding. Dan kom je daar aan, rijden er drie auto's mee, racen er drie auto's of zo. Gevolgd dat je achter één van de drie aan moet en die andere die vallen je alleen maar lastig. En ik kan het niet hebben als ik maar één van de drie verdachten kan aanhouden. Ik moet ze allemaal, maar dat is gewoon eigenlijk onmogelijk om zoiets voor elkaar te kunnen krijgen. Nou, net dus een flinke melding gehad, inmiddels afgerond, alles weer vrijgegeven. Ik heb niet echt geteld hoeveel slachtoffers, in ieder geval redelijk veel. Nu gaan we even testen op alcohol, drugsgebruik en in ieder geval rare capriolen. Als jij nou even doorrijdt, blauwe auto, dan kan ik ook mijn werk doen. Even erachter zetten. Oh, jongen, jongen, jongen. Wat kan ik wel? Vraag dat maar eens. Zodat we hier in ieder geval even een veilige werkruimte creëren voor onszelf. Wat gingen we weer doen bij de voertuig? Even kijken waarom die nou zo raar opeens achteruit reed en een burger aanreed en mij aanreed en toen we verder ging door rood. Officieel. Two, three, boy, okay. Mary, George, altijd toch even kant in controle voordat hij dadelijk opeens gezocht blijkt te worden voor weet ik veel wat wapenoverval of zo. Heeft u gedronken? Ik hoef daar niet antwoord op te geven. In principe ben ik inderdaad niet verplicht te antwoorden. Dus heeft hij drugs gebruikt? Nee, oké. Okay. Goed, dat betekent wel dat we even gaan een blaasje ondernemen. Dus we gaan er sowieso achter komen. Antwoorden van ik hoef daar geen antwoord op te geven lijkt me eerder een beetje verdacht. Nou goed, dat is allemaal negatief. Ik vraag me toch af, als het toevallig op de telefoon of zo. Kan ik niet vragen, maar goed, voor nu heb ik dat, ik heb
even niet bewust gekeken of ik haar daadwerkelijk had gecontroleerd. Nee, oké, goed. Dan, ja. Moeilijk. Officieel zou dit even een hele moeilijke situatie zijn. Want ja, je gaat, je hebt net iemand aangereden, die persoon die moeten we eigenlijk gewoon spreken van wil je aangifte doen voor misschien wel poging doodslag. En ja, deze mevrouw moeten we gaan aanmelden misschien voor een EMG cursus. Of EMG eerder van even bij het CBL langs te gaan om eens te kijken of die nog wel mag rijden. En een beetje verder gaan graven wat de oorzaak nou is dat zo iemand opeens vol in zijn achteruit gaat en ons en een burger voor zijn sokken rijdt. Maar goed, we laten het voor nu voor wat het is. Prio 2 voor iemand die wordt gezocht. Dat goed, dat kan zo zijn. Ik ga voor de zekerheid wel met zijn kogelwerend aantrekken. Aangetrokken en dan gaan we eens kijken of we die persoon kunnen treffen. Het zou een witvoerder zijn geloof ik. Zou ons hier mogelijk naderen. Want de Zulu vliegt daar, de Zulu vliegt daar. Zulu heeft waarschijnlijk wel zicht. We maken gebruik van onze vrijstelling. De Zulu gaat hier naar rechts. Dus ik denk dat hij flink inmiddels een uitloop heeft. Zulu rijdt naar, of vliegt namelijk daar zo. Dus die komt nu weer terug naar ons. Dus die is ook nog aan het zoeken denk ik. Of hij is hier naar rechts gegaan. Niet bij de golfbaan, maar de eerste rechts. Dat denk ik namelijk. En dat is dan hier. Top vrije ruimte. Of is dat hem daar voor mij? Waar vliegt de Zulu? Ik heb zo'n vermoeden als de Zulu hier vliegt dat hij hier ook ergens rijdt. Gaan we nu weer daarin. Zit hij op de golfbaan? Die zit gewoon op de golfbaan die smiecht. Ik weet niet of smiecht een woord is wat jullie kennen. Ik in ieder geval wel. Die Zulu vliegt continu over de golfbaan. En omdat ik hem niet zie, schijnt dat hij gewoon op de golfbaan rijdt. Ja zie je, hier rijdt een auto. Dat duurde best lang tot ik daarachter was. Maar dat is geen wit voertuig. Oh, die gaat er meteen vandoor. Ik spreek de politie. Stop uw voertuig onmiddellijk. Weer een klem te zetten tussen mij en iets. Maar dat gaat niet zo makkelijk als je dat rustig doet. Of probeert te doen. Dat moet met geweld. Oh, die rechtstadelijk zijn maar vuurwapen. Stoppen! Oh shit! Dekking zoeken, dekking zoeken, dekking zoeken. Oh shit! Dekking zoeken, Wim! Kalade, noodknop! Achter deze boom, achter Wim! Wim, wat doe je? Liggen zwaar aan de vuur, liggen zwaar aan de vuur. Vallen! Duidelijk vuur toegepast. Brit voor alle wagen. Veel lijnen. Even die mevrouw. Wapen veilig gesteld, persoon overleden. Zo,
dat niet. Jawel, hier is een rat groen op toch? Nou, boeiend. In ieder geval, wat ik ga doen is deze video beëindigen. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Mooie blauwe lampjes allemaal. En ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Ik kan nu niet zeggen van laat in de reacties weten wat je wilt zien. Maar je kunt altijd in de reacties laten weten wat je binnenkort weer eens wilt zien. Zodat ik misschien ook wat herinneringen heb van, oh ja, dat is misschien ook wel weer eens leuk ofzo. Dus laat maar even weten. En tot dan. Doei.